Almachtige God zegt: mensen brengen hun leven door met op jacht gaan naar geld en roem. Ze grijpen zich vast aan deze strohalmen en denken dat deze hun enige middelen van bestaan zijn, alsof ze door het hebben van deze zaken voort kunnen leven en zich van de dood kunnen bevrijden. Maar pas wanneer ze op het punt staan om te sterven, realiseren ze zich hoe ver deze dingen van hen af liggen. Hoe zwak ze zijn als de dood hen aankijkt, hoe gemakkelijk ze verpulveren, hoe eenzaam en hulpeloos ze zijn, zonder een plek om naartoe te gaan. Ze beseffen dat het leven niet met geld of roem kan worden gekocht. Dat ongeacht hoe rijk iemand ook is, of hoe verheven zijn positie ook is, alle mensen even arm en onbelangrijk zijn als zij oog in oog staan met de dood. Ze realiseren zich dat geld geen leven kan kopen, dat roem de dood niet kan uitwissen, dat geld noch roem iemands leven met een enkele minuut, een enkele seconde kan verlengen. Amen. Ik heb ervaring met wat God hier zegt. Voor ik in God geloofde, dacht ik dat geld alles was en me aanzien en bewondering zou brengen. Ik werkte dag en nacht om geld te verdienen en werd er een slavin van. Maar toen ik wat geld had verdiend, kreeg ik kanker. Ik ging er bijna dood aan. Nadat ik almachtige Gods woorden had gelezen, zag ik in dat financieel gewin najagen niet het juiste levenspad was en een list van Satan om ons kwaad te doen en te verderven. Dit is hoe ik ontwaakte. Toen ik jong was, waren mijn ouders arm en konden zich mijn schoolgeld niet veroorloven. Daarom maakte ik en verkocht ik schuttingen om school te betalen. Op een keer werkte ik op een boerderij en sneed in mijn pink. Er was geen geld voor behandeling, dus hij genas nooit volledig en helemaal strekken lukt nog steeds niet. Toen ik getrouwd was, waren mijn man en ik nog steeds arm. Onze vrienden en familie keken op ons neer en meden ons. Als ik zag hoeveel aanzien rijke mensen hadden en hoe ze onbezorgd eten en kleding konden kopen, was ik jaloers op ze. Mensen zeggen altijd: geld houdt de wereld draaiende. Geld is niet alles. Maar zonder geld kun je niets doen. En wiens brood men eet, diens woord men spreekt. In die tijd dacht ik dat het allemaal waar was. Als je geld hebt, kun je eten en kleding kopen en het brengt je aanzien en bewondering. Ik dacht dat geld alles was. Ik nam me voor om hard te werken en meer te verdienen. Ik wilde ontsnappen aan de armoede en een rijk leven leiden. Later werden mijn man en ik aangenomen om een schoolkantine te beheren. Er aten elke dag honderden mensen. Om geld te besparen namen we maar 1 medewerker aan. Mijn man en ik werkten elke dag van 's morgens 4 uur tot middernacht. Ik werkte altijd door, zelfs als ik snipverkouden was. Om meer te verdienen namen we ook veel werk op het land aan. In het hoogseizoen maakten we overuren om 's nachts alles te planten en te oogsten. Omdat we dag en nacht werkten, had ik vaak last van duizelingen. Soms sukkelde ik in slaap als ik groenten hakte en sneed ik in mijn handen. Dan kwam er zout en water in de wonden. Dat was erg pijnlijk. Ondanks dat ik heel erg moe was, was ik elke keer dat ik meer verdiende erg gelukkig. Ik vond het allemaal de moeite waard. En als ik die rijke mensen in hun dure kleren zag eten en lachen, zei ik bij mezelf: ik moet meer geld verdienen. Ik dacht dat ik, als ik maar hard werkte, vroeg of laat bij de rijken zou gaan horen. Doordat ik elke dag koud water gebruikte, kreeg ik ernstige reumatische artritis en raakte mijn gewrichten misvormd. En door de lange jaren uitputtend werk verschoof er een tussenwervelschijf, waardoor ik bothyperplasie en ischias kreeg. De arts geef een operatie en 3 maanden ziekenhuisopname voor. Maar ik wilde geld blijven verdienen, dus ik weigerde. 3 dagen zou nog te lang zijn geweest. En dus bleef ik dag en nacht werken. Omdat ik nooit op tijd kon eten of genoeg slaap kreeg, kreeg ik uiteindelijk een maagverzakking en een darmontsteking. Kort daarna ontwikkelde ik vleesbomen, een eierstokverzakking, een hartkwaal, hartspierontsteking en ernstige bloedarmoede. Ik kreeg de ene ziekte na de andere. De pijn was echt ondraaglijk. En 's nachts kon ik niet slapen. Ik huilde voortdurend. Ik was ten einde raad en dacht, wat heeft het leven voor zin? Moeten we ons hele leven worstelen om geld te verdienen? Ik wist het antwoord niet. Ik dacht gewoon dat ik geld moest hebben om iets te bereiken in de maatschappij. En dus hield ik mezelf voor, zolang je op je benen staat kun je blijven werken. En dus ging ik door met achter geld aanjagen. Maar op een dag ging ik naar het ziekenhuis en werden er 2 soorten kanker vastgesteld. Longkanker in een vroeg stadium en borstkanker. Toen ze me dat opeens vertelde, voelde ik me slap worden. Ik lag op bed urenlang te huilen. Ik ging naar allerlei ziekenhuizen om behandeld te worden en gaf bijna al ons spaargeld uit. Maar niets werkte en door het medicijn dat ik gebruikte zwol mijn hele lichaam op. Elke nacht als het stil was, lag ik in mijn bed en keek uit het raam. Ik was totaal wanhopig. Ik had mijn hele leven gewijd aan geld verdienen en ik was niet alleen niet rijk, maar mijn gezondheid was verwoest en ik had een ellendig leven. Wat had het leven voor zin? Ik wilde me niet langer doodwerken om geld te verdienen. Maar mijn man hield van geld. Hij zei, zolang je leeft, blijf je werken. Zijn onverschilligheid maakte me verdrietig en teleurgesteld, maar vooral gewoon hulpeloos. Ik was pas in de 40. Ik had nooit een gelukkig leven gehad. Ik had mijn zoon niet zien trouwen. Ik wilde nog niet zo sterven. Ik wilde leven. Maar hoe kon ik zonder geld een behandeling krijgen en overleven? Ik moest wel geld blijven verdienen. En dus ging ik door met werken terwijl ik medicatie gebruikte. Een jaar later begon mijn man een brikettenfabriek met de rest van ons spaargeld. Het jaar daarop opende hij een olieperserij. Ondanks mijn ziekte reisde ik elke dag heen en weer tussen de 2 fabrieken om allerlei werk te doen. Na jarenlang hard werken verdienden we eindelijk wat geld. We kochten een huis in de stad, een auto en in materieel opzicht ging het ons goed. Onze vrienden en familieleden vleiden en bewonderden ons. Onze maatschappelijke status was veranderd, we hadden een nieuwe identiteit. Wij waren erg tevreden met onszelf. Al die ellendige jaren leken eindelijk de moeite waard. Maar goede tijden duren niet lang. Na zoveel jaren hard werken begon mijn lichaam het te begeven. De dokter zei, je aandoeningen zijn te complex. Geen van je organen werkt goed. We kunnen niets doen. Zijn woorden kwamen aan als een doodvonnis. Ik kon het nieuws niet accepteren. Moest ik thuis gaan zitten wachten tot ik doodging? Ik had geld en genoot van de materiële dingen in mijn leven. Maar wat had ik eraan? Geen geld op de wereld kon me nu nog redden. Dat is waar. Door de pijn van de ziekte wilde ik bijna sterven. Wat kon ik nog doen? Onwillekeurig keek ik omhoog en riep, hemel, red me. Op mijn meest wanhopige moment vertelde mijn vriendin me over het evangelie van de laatste dagen van Almachtige God. Ze zei dat God vlees is geworden in de laatste dagen om de mensheid te redden, de waarheid uit te drukken en de mysteries van het leven te onthullen. Hij openbaart de bron van kwaad en duisternis in de wereld, waarom ons leven zo leeg en vol lijden is. waar ziektes vandaan komen, in wiens handen ons lot ligt. Wat ons leven werkelijk zin kan geven en meer. Bovendien zei ze dat we door zijn woorden te lezen en de waarheid te begrijpen deze dingen kunnen zien en dat ons lijden dan zal worden verlicht. Mijn vriendin las een passage uit Almachtige Gods woorden voor. Laten we die lezen. Oké. Waar komt het levenslang lijden van mensen door geboorte, dood, ziekte en ouderdom vandaan? Waardoor zijn mensen dit lijden gaan krijgen? De mensen hadden dit niet toen ze net waren geschapen, toch? Waar is dat lijden dan vandaan gekomen? Dit lijden is ontstaan nadat de mensen door Satan waren verleid en nadat ze door Satan werden verdorven en ontaard raakten. De pijn van het vlees van de mens, de kwellingen en de leegte ervan en de extreme ellende van de wereld van de mens ontstonden pas toen Satan de mens verdorven had. Nadat de mens door Satan was verdorven, begon hij hen te kwellen. Daardoor raakten ze nog meer verloederd. De ziekten van de mensen werden heviger en hun lijden werd steeds ernstiger. De mensen voelden in toenemende mate de leegte en tragedie van de wereld van de mens en ook hun onvermogen om daarin voor te bestaan en leven in die wereld werd hoe langer hoe meer een leven zonder hoop. Dit lijden werd dus over de mens gebracht door Satan en is pas ontstaan na de degeneratie van de mens die volgde op een verdorvenheid die door Satan was teweeggebracht. Amen. Toen communiceerde mijn vriendin dit. Toen God ons had gemaakt, leefden we allemaal onder zijn bescherming en leefden we vrij in de tuin van Eden, zonder dood, ziekte of zorgen. Maar toen Satan de mensheid verleidde en verdierf, verraden we God en raakten we zijn zorg en bescherming kwijt. We leven in Satans domein, volgens Satans principes. We wedijveren met elkaar, liegen, bedriegen en vechten om roem, rijkdom en status. Daar komen ziekte en de pijn en het verdriet in onze geest vandaan. Ja. En door dat lijden en die zorgen vindt iedereen dat het leven te pijnlijk, te uitputtend of te zwaar is. Ja. Dat is allemaal gekomen doordat Satan ons heeft verdorven. Dit is Satan die ons pijnigt. Maar God is in het vlees naar de wereld gekomen om ons te redden. Hij drukt alle waarheden uit waardoor we kunnen worden gered en gezuiverd. Als we Gods woorden lezen en ernaar leven, kunnen we zijn bescherming en leiding krijgen. Ons bevrijden van verdorvenheid, Gods redding verkrijgen en door hem naar onze laatste bestemming worden gebracht. Toen ik haar woorden hoorde, voelde ik een zekere hoop. Ik voelde dat Almachtige God me kon redden uit mijn lijden. Dus ik stemde erin toe om Almachtige Gods werk te bekijken. Mijn vriendin gaf me het boek Het Woord verschijnt in het vlees. Daarna las ik elke dag Gods woorden en ontmoette mijn broeders en zusters. Tijdens een van mijn godsdienstoefeningen keek ik naar een video van een voorlezing van Gods woorden. Laten we er samen naar kijken. Oké. Almachtige God zegt, wat je achtergrond ook is, of wat de reis die voor je ligt ook is, niemand kan ontkomen aan de orchestraties en de regelingen van de hemel. En niemand is meester over zijn eigen lot. Alleen hij die regeert over alle dingen is tot dergelijk werk in staat. Vanaf de dag dat de mens is ontstaan, heeft God steeds zo gewerkt. Het beheren van het universum, het bepalen van de regels der verandering voor alle dingen en de baan waarin zij zich bewegen. Net als alle dingen wordt de mens rustig en onbewust gevoed door de zoetheid en de regen en dauw van God. Net als alle dingen leeft de mens onbewust onder de orchestratie van Gods hand. Hart en geest van de mens zijn in Gods hand en alles in het leven van de mens wordt door Gods ogen aanschouwd. Of je dit nu gelooft of niet, alle dingen, of ze nu levend of dood zijn, zullen verplaatsen, veranderen, vernieuwen en verdwijnen in overeenstemming met Gods gedachten. Dit is de manier waarop God leiding geeft aan alle dingen. Amen. Amen. Toen ik naar deze video keek, zag ik in dat God onze schepper is en dat Hij over alles heerst. God steunt en voedt de hele mensheid. Ons lot, ons leven en onze dood en ons geluk liggen in de palm van Zijn hand. Ja. We kunnen ze niet veranderen door druk bezig te blijven en rond te rennen. Maar ik begreep Gods soevereiniteit niet. Ik had geprobeerd op mijn eigen kracht te vertrouwen om mijn lot te veranderen en te proberen rijk te worden. Maar hoewel ik wat geld verdiende, was ik nooit gelukkig. Mijn ziel leed pijn en mijn gezondheid was verwoest. Ach, wat erg. Toen besefte ik dat als mensen niet in God geloven en Hem niet vereren en Zijn soevereiniteit niet gehoorzamen, en als ze zich door hun verlangens tegen hun lot verzetten, ze alleen maar vergeefs zullen lijden en na hun dood naar de hel zullen gaan. Ik wist dat God mijn enige echte steun was. En ik bad en vertrouwde Hem mijn gezondheid toe. Of ik nou zou leven of sterven, ik zou me onderwerpen aan Gods soevereiniteit. Amen. 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 Ik nam daarna vaak deel aan het kerkleven. Ik zag hoe mijn broeders en zusters Gods woorden lazen en de waarheid nastreefden om hun plicht te doen en God te behagen. En ik bewonderde ze echt. Ik wilde me losmaken van mijn oude leven en een nieuw leven beginnen. En dus bad ik vaak tot God en zei ik dat ik meer tijd zou besteden aan het bijwonen van bijeenkomsten en het doen van mijn plicht. Later werd onze olieperserij onteigend voor de aanleg van een weg. Ik hoefde niet meer heen en weer te reizen tussen de twee fabrieken zoals voorheen. Ik had meer tijd om met anderen bijeen te komen en Gods woord te communiceren, om na te denken over Gods woord en dichter bij God te komen. Ik voelde me elke dag rijker. Een tijdje daarna begon mijn gezondheid veel beter te worden. Dank aan God. Ik voelde me energieker, mijn lichaam voelde sterker aan. Ik voelde me veel meer ontspannen. Ik was God zo dankbaar. Dank aan God. Later keek ik naar een andere video van een voorlezing van Gods woorden. Almachtige God zegt: alles draait om geld, is een filosofie van Satan die is gangbaar onder de hele mensheid, in elke menselijke samenleving. Jullie zouden kunnen zeggen dat dit een trend is, omdat ze geleidelijk aan in ieders hart is ingeprent. Helemaal aan het begin accepteerden de mensen dit gezegde niet, maar vervolgens gaven ze er hun stilzwijgende goedkeuring aan toen ze in contact kwamen met het echte leven en begonnen ze het gevoel te krijgen dat deze woorden in feite waar waren. Is dit soms geen proces van Satan waarmee hij de mens verderft? Satan maakt gebruik van geld om mensen te verleiden en verderft hen tot het aanbidden van geld en het vereren van materiële dingen. En hoe komt deze verering van geld bij mensen tot uiting? Hebben jullie het gevoel dat jullie in de wereld niet verder zouden kunnen leven zonder geld en dat leven zonder geld zelfs voor één dag onmogelijk zou zijn? De status van mensen is gebaseerd op de hoeveelheid geld ze hebben, evenals het respect dat ze afdwingen. De ruggen van de armen zijn gebogen in schaamte, terwijl de rijken genieten van hun hoge status. Ze staan allen trots rechtop, spreken luid en leven op arrogante wijze. Waar leidt dit gezegde en deze trend bij mensen toe? Zien veel mensen geld verdienen niet als iets waar ze alles voor over hebben? Verliezen veel mensen niet hun waardigheid en integriteit in hun streven naar meer geld? Verspelen veel mensen niet de kans hun plicht te vervullen en God te volgen omwille van geld? Is het verliezen van de kans om de waarheid te verwerven en gered te worden niet het grootste verlies voor alle mensen? Is het niet sinister van Satan om deze methode en dit gezegde te gebruiken om de mens in zo'n mate te verderven? Is dit geen kwaadaardige valstrik? Toen ik dit had bekeken, begreep ik dat ik decennia lang was gekweld door pijn en uitputting, door Satans verdorvenheid en de sociale druk, die me ertoe brachten om wereldse trends te volgen en geld te vereren. Tijdens mijn armoedige jeugd werd ik buitengesloten en geminacht. Als ik rijke mensen zag die een goed leven hadden en respect kregen, was ik er zeker van dat je geld nodig had om in deze wereld te leven. Geld is niet alles, maar zonder geld kun je niets doen. Geld houdt de wereld draaiende, wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Geld gaat boven alles en de mens zal alles doen om rijk te worden. Deze satanische dwalingen nestelden zich in mijn hart en beheersten mijn gedachten. Ik dacht dat geld alles was. Dat het kon zorgen dat ik bewonderd, gerespecteerd en gelukkig zou worden. Ik maakte het streven naar geld tot mijn enige doel en dacht alleen aan meer verdienen. Het kon me niet schelen of ik moe of ziek was en mijn lichaam het niet meer aankon. Als ik dacht aan rijkdom en leven als een welgesteld iemand, beet ik op mijn tanden en ging door. Zelfs toen ik kanker kreeg, veranderde er niets. Daardoor werd geld zelfs nog belangrijker. Want ik moest behandeld worden om te overleven. Zelfs toen bleef ik mijn best doen om geld te verdienen. Satan had me stevig in zijn greep en ik was niet meer dan een slavin van het geld. Dat is waar. Hoewel ik een auto, een huis en wat geld had en aanzien en bewondering kreeg, voelde ik me helemaal niet gelukkig. Ik had veel aandoeningen en ook nog kanker. Mijn geld kon mijn pijn niet verlichten en het kon mijn leven niet redden. Juist. Ik had hevige pijn en was wanhopig. Nog meer geld zou zinloos zijn geweest. Voorheen had ik mijn leven ingeruild voor geld. Nu kocht ik er mijn leven mee. Ik had geleefd om geld te verdienen, maar stond nu met lege handen. Ik zag toen duidelijk in dat geld najagen de verkeerde manier was om te leven. Satan gebruikt geld om ons kwaad te doen en te verderven. Het is een juk dat Satan op onze schouders legt. Inderdaad. Zonder Gods woorden zou ik zelfs nu niet hebben ingezien hoe Satan geld gebruikt om ons te binden, te overheersen en pijn te doen. Ja. En zo Satan me nog steeds bij de neus leiden, me kwellen en met me spelen. Ja. Ik zag in dat mensen de waarheid niet begrepen, zodat ze niet wisten hoe ze moesten leven. Ze volgden de massa en vonden geld het belangrijkst. Dat is zo jammer. Ik had zoveel geluk dat ik Gods stem hoorde, voor hem kwam en aan Satans misbruik ontsnapte. Dit was Gods redding. En mijn hart was vol dankbaarheid jegens hem. Dank God. Later, wanneer mijn man voorraden ging halen, moest ik in onze fabriek werken. Soms viel dat samen met onze bijeenkomst. Hoewel ik deelnam, voelde ik me onrustig. In mijn hart voelde ik me schuldig. Ik dacht aan hoe ik mezelf ziek had gemaakt om geld te verdienen. De dokter had me een doodvonnis gegeven. Het was God die me gered had toen ik op de rand van de dood balanceerde. Maar ik kon mijn plicht niet doen en zijn liefde vergoeden. Ik voelde dat ik bij God in het krijt stond. Ik dacht aan wat de Heer Jezus zei. Want wat voor profijt heeft een mens als hij de hele wereld wint en zijn eigen ziel verliest? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn ziel? En in 1 Timotheüs 6 vers 8 staat: we hebben voedsel en kleren, laten we daar tevreden mee zijn. Amen. Precies. Wat heeft het voor zin om geld te verdienen als je daardoor je leven verliest? Inderdaad. Geen zin. Ik overwoog om de kolenfabriek te verhuren. Dan zou ik minder geld verdienen, maar genoeg om van te leven. En dan kon ik God vereren en mijn plicht doen. Maar ik had bedenkingen. De kolenfabriek draaide zo goed en het was zo moeilijk geweest om het bedrijf te starten. Het leek zonde om het zomaar op te geven. Ik aarzelde. Ik wist niet wat ik moest doen, dus ik bad God om hulp. Op een dag las ik dit in Gods woorden. Er is een eenvoudige manier waarop iemand zich uit deze gesteldheid kan bevrijden. En die houdt in: afscheid nemen van zijn vroegere manier van leven en van zijn eerdere doelen in het leven, zijn vorige levensstijl, levensvisie, bezigheden, verlangens en idealen samenvatten en analyseren en ze daarna vergelijken met Gods wil en eisen voor de mens en nagaan of één daarvan in overeenstemming is met Gods wil en eisen en of één daarvan de juiste waarde van het leven oplevert, iemand tot een groter begrip brengt van de waarheid en het voor iemand mogelijk maakt om te leven met menselijkheid en met de gelijkenis van een menselijk wezen. Als je de verschillende levensdoelen die mensen nastreven en hun talloze manieren van leven herhaaldelijk onderzoekt en zorgvuldig ontleedt, zul je merken dat geen daarvan overeenkomt met de oorspronkelijke intentie van de Schepper waarmee hij de mensheid schiep. Ze trekken allemaal de mensen weg van de soevereiniteit en zorg van de Schepper. Het zijn valkuilen die ervoor zorgen dat de mensheid verloedert en naar de hel wordt geleid. Nadat je dit hebt onderkend, is het jouw taak om je oude kijk op het leven opzij te zetten, ver van de valkuilen vandaan te blijven. Laat God de leiding nemen over je leven en regelingen treffen voor jou. Probeer je slechts te onderwerpen aan Gods orchestraties en leiding, te leven zonder een eigen keus te hebben en iemand te worden die God aanbidt. Amen. Amen. Toen ik Gods woorden las, dacht ik aan de satanische leefregels waar ik op had vertrouwd toen ik probeerde rijk te worden. Ik had geloofd in geld houdt de wereld draaiende en in geld is niet alles, maar zonder geld kun je niets doen. Om rijk te worden en respect te krijgen heb ik moeten worstelen om geld te krijgen. Het is een pijnlijke en ellendige tijd geweest. Ja. Was geld zo belangrijk? Wat kon het me echt geven? Ik kon er een huis en een auto mee kopen, materieel een goed leven mee leiden en respect verdienen en het kon me tijdelijk vleeselijk genot geven. Maar het kon niet de leegte in mijn hart vullen of mijn pijn laten stoppen. Het kon me geen rust of vreugde geven. Juist. Het kon geen eind maken aan mijn lijden door ziekte en het kon mijn leven niet redden. Inderdaad. Ik dacht aan het hoofd van mijn plaatselijke school. Hij had geld en status gehad, maar hij was gestorven aan kanker. Geld en status konden hem niet vrijwaren van lijden en dood. Ik heb gehoord over rijke mensen die een leven vol pijn en leegte leidden en zelfmoord pleegden om er een eind aan te maken. Ach. En over mensen die logen, bedrogen, vochten, anderen bezwendelden en hun menselijkheid en geweten verloren ter wille van geld. Al deze verhalen en mijn eigen persoonlijke ervaring lieten me inzien dat geldelijk gewin najagen mensen alleen maar verdorven en decadent maakt. Het haalt ze weg bij God en brengt ze naar de zonde. Dat is waar. Ik dacht aan Job, die niet streefde naar geld of materiële gemakken. Job gaf zich over aan Gods soevereiniteit en probeerde zijn daden te kennen in alle dingen en kreeg tenslotte Gods zegen. Ik dacht aan hoe Petrus toen Jezus hem riep, alles terzijde wierp om God te volgen. Hij streefde ernaar om God te kennen en lief te hebben en God vervolmaakte hem en hij leidde een zinvol leven. Amen. Hierdoor besefte ik dat God kennen, hem vereren, leven overeenkomstig zijn woord en zijn lof krijgen de belangrijkste dingen in het leven zijn. Ja. Het was moeilijk voor me om het geloof en de juiste weg te vinden. Ik wist dat het dom van me zou zijn als ik rijkdom en aardse geneugten bleef najagen en mijn streven naar de waarheid en redding opgaf. Als ik daaraan dacht, was mijn hart vrij van twijfels. Ik wilde geen slavin van het geld meer zijn. Ik wilde alleen meer tijd en energie om naar de waarheid te streven. Daarna hebben mijn man en ik de fabriek verhuurd. Ik kon regelmatig bijeenkomsten bijwonen en mijn plicht doen. 2 jaar later werd mijn man plotseling ziek en stierf. Zijn dood was moeilijk voor me en liet me zien hoe kwetsbaar het leven is. Mijn man had het grootste deel van zijn leven rondgerend en geprobeerd geld te verdienen. Zijn bloeddruk was boven de 200, maar hij bleef werken. Toen hij zijn heup brak, ging hij weer aan het werk voor hij was hersteld en wilde geen rust nemen als ik daarop aandrong. Hij was ook een slaaf van het geld. Hij werd zijn hele leven overheerst en beschadigd door Satan. Ja. Hij wilde niet opgeven, zelfs niet in het aangezicht van de dood. Hij wilde geld verdienen en een goed leven leiden, maar hij verloor zijn leven. Roem en rijkdom konden hem niet redden, noch zijn pijn verlichten of hem helpen om de dood te slim af te zijn. Ja. Ja. Het is zoals God zegt. Mensen brengen hun leven door met op jacht gaan naar geld en roem. Ze grijpen zich vast aan deze strohalmen en denken dat deze hun enige middelen van bestaan zijn. Alsof ze door het hebben van deze zaken voort kunnen leven en zich van de dood kunnen bevrijden. Maar pas wanneer ze op het punt staan om te sterven, realiseren ze zich hoe ver deze dingen van hen af liggen. Hoe zwak ze zijn als de dood hen aankijkt, hoe gemakkelijk ze verpulveren, hoe eenzaam en hulpeloos ze zijn zonder een plek om naartoe te gaan. Ze beseffen dat het leven niet met geld of roem kan worden gekocht. Dat ongeacht hoe rijk iemand ook is of hoe verheven zijn positie ook is, alle mensen even arm en onbelangrijk zijn als zij oog in oog staan met de dood. Ze realiseren zich dat geld geen leven kan kopen, dat roem de dood niet kan uitwissen, dat geld noch roem iemands leven met een enkele minuut, een enkele seconde kan verlengen. Amen. Achteraf bezien heb ik het grootste deel van mijn leven rondgerend en geprobeerd om geld te verdienen. En heb ik respect en bewondering gekregen. Maar ik werd gekweld door Satan tot ik op een haartje na dood was. Maar God redde me. Hij redde me van de maalstroom van geld en veranderde mijn richting in het leven. Nu ik mij volledig inzet om naar de waarheid te streven en mijn plicht te doen, voel ik me vrij en rustig. Dat is iets wat met geld niet te koop is. Zo is het. Ik ben almachtige God dankbaar dat hij me heeft gered. Dank God. Heel indrukwekkend. Ja.